kijkers van Gonzi Games. Leuk dat jullie kijken naar deze kastschoolvideo van mij. Ik ben Bjarne, ik ben 15 jaar oud en ik kom uit België en ik ben hier ook samen met... Sam! En ik ben ook 15 jaar oud. En ik kom ook uit België. Shit, en wij gaan vandaag voor jullie Cops and Criminals spelen, zoals jullie al groot in het beeld zien. En dat is een nieuwe minigame op Hypixel server, waar ook zo Hunger Games en allemaal van die shit is. En dit is ook gewoon, ja, een soort van... Call of Duty, maar dan in Minecraft. Je hebt de diffuse bom, en volgens mij is dat verloopt. Ik heb de bom. Jij de bom? Ja, ik heb de bom. Je moet mij beschermen. Nice, maar dus ja, bij diffuse bling, je hebt dus de cops en de criminals. En ja, de cops is de politie en de criminals zijn de criminelen. Dat is redelijk logisch. En in dit geval zijn wij de criminelen. Wij moeten de bom planten en de andere weer te diffusen. Het is wel een beetje kut dat daar vies veel mensen staan en dat gewoon één leven hebt en ik heb geen genade dat ik het eind vanavond moet doen. Oké. Maar je hebt dus maar één leven, dus als je dood bent, ja, dan moet je wachten op de volgende rond, hè. En dat is ja, wat ik... Ah! Ja, wat zei het? Ik ben hier en ik heb twee hartjes, what you gonna do, we gaan proberen langs een andere kant te gaan. We doen nu een plankje. Dat is wel een one-hit kill voor mij op dit moment, hè. Echt? Ja. Gast, ik heb twee hartjes en ik weet niet of vond je... Ja, als je geluk hebt, dat dus sommige mensen... Ja. Kunt je, als er geweer op de grond liggen, trouwens, kun je oppakken. Ja, een granaat ook. Ja, en granaat en... Ik werd langs achter aangevallen, ik werd ergens langs beschoten. Granaat. Ja, dat is een granaat. Ja, ik heb hem. Die site, moet ik dat daarop plakken? Of waar moet ik dat plakken? Geeft niks, wat site? De bom is geplant. Oh ja, ik heb de bom geplant. Oh shit, dit is een site, we waren daar gewoon de hele tijd aan het vechten. Lol. Er zijn nog drie kops levend. Je moet wel oppassen, als je te dicht bij de boom staat, dan ploft je zelf mee. Kops! Twee. Twee kops, incoming. Hier. Ja, ik ben dood. Vlug, kill die. Ik zal even spectator voor u. Oké, die staat er om de hoek. Oh, we hebben die nog gewonnen ook. Wauw. Yeah. Oké, we zitten hier in de volgende ronde. Dat ziet er uit, dat wordt afgeteld. En wij zijn dit keer weer de criminals, zoals ik. Ik eerlijk even een wapen kopen. Een wapen is altijd handig. Waar koop ik dan? Een dag. Het ding is helemaal rechts in je hotbar. Daar kun je wapens kopen. Dus je kunt zo wapens kopen. Ik heb die jammer genoeg wel maar één matje. Dus dat is niet zo heel erg handig. Alhoewel, je verdient meer als genoeg om elke... Ik ga de M4 kopen, fuck it. Om elke match een nieuw wapen te kopen. En ik dacht eerst, kijk, je hebt zo... Hier, er zit zo 8 bij mijn shotgun, hè. Dus dat is 1, 2, 4, 5, ik hoor gewoon schieten. 7, en 8. En de laatste keer herlaat je dan. Ik dacht eerst dat je dan fucking je geweer op wat dan gebruiken. Ik heb heel erg lang een knife die heel wat tijd gehad. Maar ik totaal niet wist dat dat zo werkt. Dat is een beetje voor mij. Het is wel nice, je hebt er echt heel veel verschillende wapens. Je hebt snipers, machinegeweren. Eigenlijk gewoon alles wat je kunt inbeelden, wat ook mogelijk is in Minecraft. Het is als, ja, granaten, dat hebben we eruit al gezien. Wel schoon granaten, waar het gekke wolkje is. Het is wel om het spel leuk te kunnen spelen. Wat? Oh shit, er komt niet langs achter, door die wolk. Wacht, waar zit jij? Hoppa, double kill. Een GG. Wauw, die rondes gaan eigenlijk zo snel, dat is wel leuk. Als je zo dood zit, is het bijna al onmiddellijk een uur. Of als je gewoon geluk hebt in deze rond. In deze match bedoel ik. Oh nice. Oké. Okay. Hier is de bom. Daar hier. Ik heb weer een wapen kopen. Ziet je dat ergens dan, dat die bom? Ik ga eens een sniper kopen. Dat lijkt me wel nice. Holy shit. Dat is vies episch, ja. Dat is een sniper, dat is vies cool. Je kunt echt zo inzoomen en shit. Als je zo shift, dan kun je zo inzoomen. Nice. Alhoewel, moet ik wel nog leren werken ermee. Ik moet mijn shop. Oh, dat gaat niet. Boom. Oké. Okay. De bom is implanted. De bom is implanted. Oeh, hier ligt een diffuser. Oh, nee. Shit, hè. Nee. Oh shit. Ik ben weer dood en niet te geloven. What the fuck, joh, die gast is glitch bizar.
Oké, okay, even zigzag. Oké, okay, hier om de hoek wachten. Waar blijft hij? Hey Bjarne. Jij zet wapens voor één rondje blijven, hè? Ja, nee, voor één hele ronde. Dan volgens mij 5. Ah, één matchje bedoelt je. What the fuck, joh, die gast lijkt vies hard. Crimson. Ah, lol, ik heb die nog gekilled, zag je dat? Nee, niet echt, nee. Zit je niet in de chat? Je ziet nu dat ik iemand heb gekilled. Nee, niet. Daar heb ik niet op gelet. Ik denk dat je die verliest als je doodgaat, dat wapen. Oh, alright. Dat kan ook. Of als je doodgaat. Want maar... ik had dus 2 rondes mijn M4 en nu ben ik doodgegaan en nu heb ik die niet meer. Ah, oké. Okay. Die opnieuw moeten kopen. Ik heb kan meer, ik heb kan meer shit kopen. Mijn sniper is niet meer goed. Ik dacht eerst dat de one-hit kill ging zijn, maar dat is niet. En dat is heel moeilijk om mee te schieten, dus. Ik ga even shit kopen hier. USP, Desert Eagle, Flashbang, hoe is dat? Ik heb gewoon helm. Hier is de camper. Nee, hier gaat het wel. Maar ik heb gewoon jolen met mijn handgeweertje. Oh shit, oké. Okay. Ik zou zeggen... Oh, GG! Oké, okay, wacht, ik ga die droppen. Die heeft een dikke machinegeweer. Die ga ik even laden. Hoppa! Oh, wauw. Wauw. Ragercraft. Team swiped. Oké, okay, we zijn nu in de kops. Nu moeten wij de bom... als hem bestaat, moeten we hem defusen. En we moeten verdedigen. Voorkomen dat hij wordt geplant. Ik heb toch een eigen machinegeweer. Ik denk dat je de... Ik heb niet genoeg geld. Ik ga de... MP5, die schreeuwt goed. Oh shit, kom. Ik heb daar niet genoeg geld voor. Fuck it dan. Dat wil ik zo wel. Oké. Okay. Ja, je begint terug opnieuw eigenlijk. Dus zoals je ziet door de texture pack trouwens. Zit hier zo overal. Je ziet hier A-side. Shit. En, wacht, het is de A. Oh, we spawnen hier zelfs. Shit. Maar de criminals die hebben dus ook. Dat zijn volgens mij schilderijen. En dan zit hier zo A en zit hier zo'n pijltje dat aan het haar is. Dat is echt wel nice gedaan allemaal. Met die nieuwe texture pack en shit. Dat is ook zo de enemies. Die herkent je gewoon eigenlijk doordat die geen naam hebben. Dus aankomen. Nee. Wat je normaal gezien wel ziet. Wel nice. Trouwens, dat is allemaal net 1.8. Je kunt het spel alleen maar spelen. Met 1.8. Maar ja, dit was het einde. Eigenlijk zag ik niet zo totaal veel actie. Ik kreeg plus 50 karma. Echt? Ja. What the fuck. Maar dat was voor vandaag. Neem zeker een kijkje op ons kanaal. Een linkje vind je in de beschrijving. Zeker een duimpje omhoog op deze video. Dat is goed voor onze games. Abonneer natuurlijk ook op hem. Ik hoop jullie een volgende keer te zien. Misschien hier, misschien op mijn kanaal. Dat weet ik niet. Maar hopelijk tot dan en later. Dag.